Van harte goedenavond kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki benadrukt wederom gevolgen COVID-19 pandemie tijdens vierde CARICOM en SICA-top. CARICOM-leider John Briceño pleit voor nauwere relatie tussen CARICOM en SICA. KMO-fonds heropgestart. Oud-KKF-gebouw ondergaat renovatie. CBB-directeur gaat in op vertraging bij afhandeling paspoort aanvragen. En directeur openbaar groen en afvalbeheer gaat in op verbeteringen afvalbeheer. President Chandrika Prasad Santokki heeft voortgeborduurd op de gevolgen van de COVID-19-pandemie tijdens de vierde conferentie tussen CARICOM en het Centraal-Amerikaanse Integratiesysteem SICA. Hij heeft tijdens zijn betoog aangegeven dat de pandemie desastreuze gevolgen gehad heeft op gemeenschappen en hun economieën. Het leven is niet hetzelfde, zegt de president, die vervolgens de landen heeft opgeroepen om gezamenlijk de uitdagingen te overbruggen. Het is gebleken dat langdurige solidariteit en partnerschappen bij het veiligstellen van attributen en vaccinaties gefaald hebben. Wij dienen acties te ondernemen om te voorkomen dat dit zich herhaalt. Beide regionale organisaties dienen samen te werken aan versterking om elkaar te ondersteunen. Geen enkel land mag in de steek gelaten worden, aldus president Santokki. Het staatshoofd zegt dat de intensiviteit van de samenwerking zal bepalen hoe landen afkomen van de gevolgen van COVID-19. Onze focus zal gericht moeten zijn op hoe wij onze economieën kunnen herstellen. Onze economieën zijn niet alleen aangetast door de COVID-19-pandemie, maar ook door de wereldwijde achteruitgang, armoede en hoogsterftecijfer. Het staatshoofd heeft opgeroepen tot het samenstellen van een gezamenlijk actieplan voor herstel en bescherming, waarvoor ook tijdens internationale meetings gepleit dient te worden. CARICOM-leider John Briceño, tevens president van Belize, heeft opgeroepen om samenwerking tussen CARICOM en het Centraal-Amerikaanse Integratiesysteem te intensiveren. Hij wees erop dat door verslapping van de samenwerking in de afgelopen 10 jaar er veel gemiste kansen zijn geweest. Beide regionale organisaties hebben met gemeenschappelijke vraagstukken te kampen. Het staatshoofd geeft aan dat landen door samenwerking effectiever kunnen inspelen op uitdagingen. Hij doelt daarmee op het aanpakken van internationale en regionale uitdagingen op economisch gebied en het verzachten van de gevolgen van de COVID-19-pandemie op samenlevingen en hun economieën. Het is belangrijk dat Midden-Amerika de kwetsbaarheid van het Caribisch gebied begrijpt. Voor de Small Island Developing States is onze kwetsbaarheid het gevolg van structurele factoren. Enkele van deze factoren zijn de beperkte middelen, beperkte markten en blootstelling aan klimaat- en natuurrampen. Ook moet het Caribisch gebied begrip tonen voor de sociaal-economische gevolgen die natuurrampen hebben op de landen van Midden-Amerika. De grote kansen die voortkomen uit samenwerking is vanzelfsprekend. Als de wil er is, staat een grote toekomst ons te wachten, aldus Briceño. De economie van een land groeit vanuit het ondernemerschap. Wij hebben u nodig om de economie te ontwikkelen. Zo sprak minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie op vrijdag 4 maart 2022 tijdens de herlancering van het KMO-fonds. Zij roept de startende ondernemers, in het bijzonder de vrouwelijke ondernemers, op om zich aan te melden bij het ministerie, die voor de nodige begeleiding, training en financiering zal zorgen. Deze fonds is zo belangrijk omdat het goedkope financiering beschikbaar maakt voor kleine en middelgrote ondernemers om hun productiecapaciteit te verruimen en werkgelegenheid te creëren in Suriname. Met die twee zaken kunnen wij dan de economie van Suriname vlotter en duurzaam ontwikkelen.
Dus dat is het voornaamste van het KMO-fonds. En deze relaunch maakt beschikbaar, er zijn middelen beschikbaar gesteld. Dus de leningaanvragen mogen ingediend worden. We willen het zo makkelijk maken, waarbij er nu een stukje innovatie is toegepast, dat mensen zich niet fysiek hoeven te begeven bij een KMO-unit of op het hoofdkantoor, maar landelijk beschikbaar, gewoon via uw smartphone, kunt u een aanvraag, een formulier indienen met uw financieringsbehoeften. En ook aangeven welke bijstand u nodig hebt, zij het in het schrijven van uw bedrijfsplan. Of een training die u graag wenst. We zullen ook trainingen verzorgen, zodat wij daar succesvolle ondernemers uit kunnen krijgen. Dus goedkope, makkelijke toegang, goedkope financiering, productiecapaciteit verruimen, werkgelegenheid creëren, duurzame economie. Economische ontwikkeling van Suriname. In het herstelplan is voor een periode van 2 jaar 140 miljoen SRD vanuit staatskas opgenomen. Wij hebben nu dus ready een bedragje van 3 miljoen om mee te beginnen. Maar er is ook afgesproken dat zo gauw die middelen uitgeput zijn, dat er weer gewoon een tranche wordt gesteld. Waar het om gaat is dat de ondernemers succesvol moeten kunnen ondernemen. Hè, dat de gelegenheid geplaatst wordt. Dus over 2 jaar is in het herstelplan 140 miljoen opgenomen vanuit staatskas. Maar er zijn ook middelen vanuit Wereldbank beschikbaar. He, en ook een IDB geeft aan, er zijn mogelijkheden om nog meer middelen aan te trekken, zodat kleine en middelgrote ondernemers die misschien moeilijk toegang krijgen tot de commerciële banken of duurdere leningen, dat zij goedkopere financiering kunnen krijgen. Het moet wel zijn voor productie verruimend, werkgelegenheid creëren. Dus niet in de consumptiesfeer, niet om een perceel te kopen, niet gewoon, natuurlijk niet voor een feestje vieren, maar het moet zijn productie stimuleren, uw bedrijf opzetten, uw bedrijf restarten. We weten dat bijvoorbeeld tijdens de COVID-pandemie heel wat kleine ondernemers heel zwaar getroffen waren tijdens de lockdowns. Wij weten ook dat sommige ondernemers hun bedrijf niet hebben kunnen onderhouden, hun faciliteiten niet hebben kunnen onderhouden en misschien weer hun capaciteit weer moeten upgraden. We weten ook dat er met de standaarden en certificeringsprogramma's ook investeringen nodig zijn, vooral in degene die voedsel produceren. Dus er zijn een aantal aspecten die te doen hebben waar u wel voor uw bedrijf kunt lenen. Maar ook een nieuw bedrijf, iemand die nieuw wil beginnen, daar zijn er ook mogelijkheden voor om aan goedkope financiering te komen. Er is een portefeuille samengesteld, dus laat me aangeven, dit is niet alleen voor Paramaribo. Dit is voor heel Suriname. Als u nu op Sipaliwini woont, als u nu op Nikeri woont, als u op Wanica woont, als u op Marowijne woont, ook in Paramaribo, alle Surinamers, alle districten. Micro-ondernemers, er zijn grenzen gesteld. Kleine ondernemers zijn grenzen gesteld. Midden- en middelgrote ondernemers zijn een grens gesteld. Als u maar 1. Productiecapaciteit, werkgelegenheid en een duurzame potentie. Hè? Want het is een lening. U moet dat kunnen investeren en terug kunnen verdienen. Want we willen dat u als ondernemer het terug kan verdienen, want voor uw eigen inkomen. En natuurlijk ook dat u daaruit ook de lening kan aflossen. Het oud KKF-gebouw of vreemdelingendienstgebouw ondergaat een renovatiebeurt. Op 4 maart 2022 is door middel van een ceremonie stilgestaan bij de opknapwerkzaamheden. De plechtigheid is gehouden in verband met het bereiken van het hoogste punt van het gebouw. Deze renovatie valt binnen het Paramaribo Urban Rehabilitation Programma. Binnen dit programma, met als slogan Recharging the Historic Town, worden een zestal historische panden in Paramaribo opgeknapt. Het is voor ons een historisch moment in onze historische binnenstad, laat me dat zo zeggen. Eindelijk, dit gebouw kennen we, door brand verwoest. We hebben dingen zien gebeuren hier, niet mooi voor het oog, niet mooi voor de binnenstad, niet mooi voor ons erfgoed. En het is een bijzonder moment vandaag dat wij het hoogste punt hebben bereikt. En dat we daadwerkelijk gaan naar de modernisering van onze binnenstad. Dat we het weer gaan rechargen zoals we dat hebben aangegeven. En dat gebeurt dus op dit moment. Nou, felicitaties aan een ieder. Ja, dit is het begin. Er is nog heel veel meer dat we moeten doen.
Mijn compliment aan iedereen en laten we de hoop uitspreken dat met dezelfde voortvarendheid er verder gewerkt kan worden. Zonder natuurlijk ongelukken en dat we later aan het eind kunnen zeggen van ook dit is volbracht. Namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de directoraat Cultuur, felicitaties aan hun ieder. Dank u wel. Het is al aangegeven door mijn voorganger. Vanuit het ministerie van Justitie en Politie ben ik dus de vertegenwoordiger. Mijn naam is Paul van Dun. En ik kan aangeven dat vanuit het ministerie we ontzettend blij zijn met dit moment. Omdat het, wij binnenkort, of na de 8 maanden, onze intrek wederom kunnen nemen in ons pand. En dat zal betekenen dat we accommodatieruimte zullen hebben, werkruimte, opslag, etc. etc. Dus de felicitaties ook aan de collega's met de voorbereidingen tot dit moment. En ook de komende periode waarbij ontzettend veel werk zal worden verricht vanuit deze plaats. Ik wil aangeven wat de werkzaamheden zullen zijn in de komende 3 maanden. Zoals u ziet, het hoogtepunt is bereikt. Dat betekent dat men bezig is met de kapconstructie. Daarna gaat men bezig zijn met de draagconstructie. En de draagconstructie houdt niets anders in dan de kolommen, de balken die zullen worden vernieuwd. Verder hebben we nog binnen de activiteiten dat de plafondwerken zullen worden aangedaan. De gevels zullen worden aangedaan. Wat van de gevels? Van de gevels zullen de gevelplanken worden vernieuwd. Zoals u ziet, het gebouw ziet er helemaal niet mooi uit. Maar ik ben ervan overtuigd dat binnen de komende 3 maanden, zoals wij hebben gepland, dat de aannemer er alles zal doen om de werkzaamheden binnen de vastgestelde tijdbestek uit te laten voeren. Dank u wel iedereen. En ik ben zeker ervan dat jullie heel veel zullen zien binnen de komende 3 maanden. Ja. Directeur Anastasia Kanapé-Pokkie van het Centraal Bureau voor Burgerszaken geeft een uiteenzetting over ontstaande vertraging bij de afhandeling van paspoortaanvragen als gevolg van het uitvallen van een printer bij de dienst. Zij gaat onder andere in op de ontstaande achterstand van paspoortaanvragen. Wat ik kan aangeven is dat CBB belast is met het produceren van paspoorten die aangevraagd zijn door Surinamers, die aangevraagd zijn in het buitenland en ook die in Suriname zijn aangevraagd. CBB is dus belast met die productie. En we hebben een speciale productieunit die ervoor zorgt dat de paspoorten worden uitgeprint, terwijl de aanvragen gedaan kunnen worden op onze 43 kantoren die we landelijk hebben. Suriname heeft ook consulaten in het buitenland en ambassades. De Surinamers in het buitenland die doen ook de aanvragen via die instellingen in het buitenland. We hebben 1 productieunit op hoofdkantoor die ervoor zorgt dat alle aanvragen die in het buitenland zijn gedaan en de aanvragen die op onze wijkkantoren zijn gedaan, worden geproduceerd. Het probleem waarmee we nu zitten is dat 1 van de machines is uitgevallen, waardoor we het dan helaas met 1 printer moeten doen. Dus vandaar dat er een achterstand is komen te ontstaan, waardoor burgers iets wat langer moeten wachten om hun paspoort te krijgen. Nou, ik mag aangeven dat als je in de productie maar 1 printer hebt, kan je maar een beperkt aantal paspoorten uitprinten. Op het moment hebben wij iets meer dan 6400 aanvragen in productie. En u begrijpt dat het heel zwaar is voor onze medewerkers. Want alleen omdat een printer is komen weg te vallen en je moet het doen via 1 printer, zetten ze zich, ondanks het feit dat er maar 1 printer is, doen ze alles aan het werk. Ze zetten zich extra in, alleen zodat we het maximale kunnen produceren, het maximale kunnen printen. Dus de medewerkers zelf, die moeten zich extra inzetten. We hebben ook ervoor gezorgd dat ze tot 6 uur aan het werk kunnen zijn, alleen zodat we meer kunnen printen. Maar natuurlijk moeten we ook rekening houden dat je de printer ook niet kan overbelasten. Dus je zou hem niet maar 1x24 uur kunnen gebruiken. Dus we hebben wel in samenspraak met onze medewerker hebben we ervoor gezorgd dat ze iets wat langer blijven, tot 6 uur, alleen zodat we iets wat meer
kunnen printen om de achterstand te kunnen inlopen. Maar om hem daadwerkelijk helemaal af te kunnen krijgen, zou je dan nog meer printers moeten hebben in de productie. En natuurlijk hebben we alle nodige voorbereidingen getroffen. Onze ministerie is ook in goed contact met het ministerie van Financiën, die natuurlijk ook hun medewerking verlenen, zodat de gelden vrijgemaakt kunnen worden, zodat we uiteindelijk de printers kunnen hebben. Op het moment houden wij dan rekening met mensen die moeten afreizen vanwege medische redenen of vanwege studie of vanwege het overlijden van een naaste familielid of een dienstreis of voor een dienstreis naar het buitenland moeten gaan. Dus met die groepen houden we dan zeker rekening. Die komen dan natuurlijk in aanmerking voor een spoedafhandeling van hun aanvraag. En natuurlijk moeten ze dat kunnen bewijzen met onderliggende documenten. Want ieder kan aangeven dat ik moet dringend afreizen. Maar in deze periode moeten de mensen de nodige documenten overleggen die het spoedkarakter kunnen aangeven. Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer blijft zich voortdurend inzetten voor verbetering van vuilverwerking in Suriname. Op de verschillende vuilstortplaatsen wordt er alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat omwonenden geen overlast ondervinden van stank. Ook is recent het project Konidoti opgestart in Paramaribo. Er zijn wat plannen, nog niet concreet. Er zijn een aantal stappen gedaan in die richting. Ik moet haasten om te zeggen dat de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Santokki, op meerdere gelegenheden heeft benadrukt dat het probleem van vuil storten de aanpak een andere moet. Op een meer milieuvriendelijke manier. Daar hebben we in de tijd al een aantal maanden terug Expression of Interest gelanceerd. Dat mensen vanuit lokaal, dus nationaal, ook internationaal bedrijven kunnen inschrijven. Ik heb begrepen momenteel zijn. En ik heb ook lokaal bedrijven gehad die geïnteresseerd zijn. En 7 vanuit het buitenland. Nu zijn we bezig met het schrijven van TOR. En dan kijken we uit hoe het verder uitpakt. Maar er zijn plannen natuurlijk. Eén is om te verplaatsen, ander is dat we misschien een nieuwe locatie krijgen. Dat is in het kader van verplaatsen. Of dezelfde plek, maar op een zeer milieuvriendelijke manier dat we te werk gaan, dat mensen, de omgeving, geen last van ondervinden. Dus in die richting wordt het zeker gewerkt en het is ook nagedacht. Ook de minister van Openbare Werken, dokter Riyad Noor Mohammed, heeft een aantal keren benadrukt dat we ook haast moeten maken met dit project. En hij zelf ook ondersteunt het project ten zeerste. Het project Konidoti is ministerie van Rom, heeft een rol daar zeker. En die rol van het ministerie is als trekker. En wij van Openbare Werken ondersteunen dat project. De consultant is ILACO. En we hebben 2 financierders. Eén is UNIDO, de financierder, en de co-financierder is Fernandes. En nu wordt in deze periode al gedaan aan awareness en dus bewustzijn bij de mensen. En als pilot is gekozen blauwgrond en omgeving. Dus die awareness is al begonnen, dat de mensen weten waar het aan toe zijn, wat ze moeten doen. Ze krijgen, ik denk, 3 of 4 zakken thuis, dat ze afvalstromen allemaal moeten scheiden, diverse afvalstromen. Dus daaraan wordt gewerkt. Dat de mensen bewust worden gemaakt waar we aan toe als pilot. En als het succesvol loopt, dan gaan we direct overstappen naar andere gebieden ook. Dus dit is als pilot. En elk eind van de maand, dus woensdag, elk woensdag, eind van de maand, wordt dan opgehaald. Dus dat traject gaat dus vanaf eind deze maand woensdag lopen, dat met ophalen men bezig gaat zijn. Ze hebben dus hun aannemers ook aangetrokken die dat moet doen. Maar dus van nu tot eind van de maand wordt aan awareness gewerkt, zodat de mensen precies weten wat ze moeten doen, in welk zak, welk vuil ze moeten dumpen. En zodat dus die scheiding plaatsvindt, scheiding van afvalstoffen. En kijkers, hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.